What? It is Tyranitar! Whoa! Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Pokémon Snap video. Jullie wilden heel graag dat ik naar de vulkaan zou gaan. Dus ja, dan ga ik dat ook gewoon doen. Kijk, daar zijn we jongens. En laat vooral weten wat jullie willen dat ik in de volgende video ga doen. Zet het hieronder in de reacties en misschien luister ik wel naar jouw tips. Maar eerst gaan we even dit woestijnkie checken met deze Skorupiloopie. Yo, Skorupi. Oh, je bent al weg. Kom eens terug, Skorupiloopi. Ja, daar is die. Welcome back. Yo, Skorupiloopi. Zou zijn evolutie ook in deze game zitten? Hey, yo, Helioliski. Hier, ik heb appelen voor je. Hier, eet appel. Vriend, eet appel. Lekker. Oké, hier laten we even Skorupiloopi uitkomen. Oh, hier komt geen Skorupiloopi uit. Daar wel, daar kwam wel Skorupiloopi uit. Nou, oké, dag Skorupiloopies. We hebben hier een hele grote windding. Oh nee, Skorupiloopi. Waar ga je naartoe? Oh my gosh, wat gebeurt er met al deze Skorupi's? Sorry man, hey, yo, Mandibussy. Ja, mooi fotootje van Mandibussy, jongen. Ik ga even appel hierin gooien. Gebeurt er iets? Nee? Ik kan wel iets scannen. Ja, dat zal waarschijnlijk Christenbloempie zijn hier. Inderdaad, Christenbloempie-loempie. Ik ga nog een fotootje maken van die mooie Mandibussy. Dit kunnen we ook scannen. Hatsflats. It's impossible to see what's happening inside the storm. Oké, dus er zit daar wel iets binnen, hè, in die storm. Maar wat? Dat is de grote vraag. Ja! Hippodountje. What uppers? Hey, Torchic! Yo! Oh, en een Lycanroc-ie. Lycanroc is echt cool. Kijk, daar nog meer hippodountjes. Kan ik die wakker proberen te maken? Hier, neem een appel. Torchic. Hier, appeltje. Eet maar. Ja, lekker. Ja, goed zo. Pak die maar. Ja, kijk, hij zet hem even in de fik. Superleuk. Torchic zet gewoon even een appeltje in de fik. Heel nice. Wil je ook een appeltje, hippodountje? Oh, nee? Jij wil alleen water. Nou, drink smakelijk dan, hé. Mazzel. Oh, daar. Cacnea. Ken je die mop van die cactus? Dus dat cactussen. Sorry. Volgens mij heb ik die al eerder in een Minecraft-video verteld. Ja! Daar is die. Helioliski. Die ligt lekker te maffaroni. Ben je lekker aan het slapen, vriend? Word eens wakker. Hier heb je appel. Appel. Eet appel. Eet appel. He doesn't give a damn. Wat hebben we hier? Oh, hier hebben we denk ik een grotje. Ja, een hole formed by the wind. Oh, is dat een alternatieve route of zo? Hé, daar hebben we weer een nieuwe pavilion. Laat ik even hier een appel ingooien. In deze mooie zand. Weet ik veel wat het is. Eerst een fotootje maken van pavilion. Dit is wel een mooi pavilionje. Ja, je bent wel een mooi pavilionje. Komt hier iemand uit of zo? Hallo? Oh ja, Trapinch! Trapinches zijn super cool. Ah, dit is echt een leuke Pokémon. Ja, cool. Oké, doei. Zou hier nog iemand uitkomen? Want hier hebben we nog zo'n Kolkie. Wow, Pinsironi. What up, Pinsironi? Hier heb je ook een appel tegen je bakkes. Om nom 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 nom. Kijken of ik nog Vervillion mooi op de foto kan krijgen. Oeh, ik had nog net een mooie Vervillion foto, denk ik. We hebben best wel veel nieuwe Pokémon gezien hier zo. Super cool. Welke vond jij het coolste? Trapinch? Skorupiloopi? Mandibus? Of een andere? Eens even kijken. We hebben 10 Pokémon gefotografeerd. En het zijn bijna allemaal nieuwe volgens mij. Kijk, we hebben hier een 4-sterren Skorupiloopi. Kijk hem vliegen. Ik ga stuk. Dan hier, Heliolisk. Oh, ik heb mooie Mandibus foto's. Oeh, die zijn allemaal vet. Deze is wel cool, zeg. Hippodown. Lycanroc. Niet de allerbeste foto's, want die was ver weg. Oeh, Torchic. 3-sterren foto. Cacnea. Pinsirty. Weer een 1-sterren Vervillion. Ik heb alleen maar 1-sterren Vervillions. En Trapinch. Dan pakken we deze. Skorupiloopi, die in de lucht vliegt. Dit is de beste foto ooit. I believe I can fly. Skorupi thinks he can touch the sky. Oké, dat was hem. Brons. Weet je hoe goede foto dit is? Oké, Helioliski dan. Even kijken. Ah, die hebben wel diamond. Die dan weer wel. Mandibuski. Dit is sowieso platinum of diamond of whatever, toch? Dit is toch een hartstikke mooie foto? Ja, lekker. Hippodounty. Deze is denk ik ook wel platinum. Minimaal. Nou, minimaal gold. Hoppakee. Platinum diamond. Lycanroc-ie. Obsustaintie. Hartstikke leuk Pokémonkie. Maar dit is denk ik brons. Ja, dit, ja, hier kon ik niet zoveel mee. Torchic-ie.
Dit is denk ik goud. Even kijken. Nou, ja. Oh, zilver. Huh? Whatever. Cacnea. Dit is sowieso brons. Dat is helemaal niet zo'n boeiende foto. En pincer ook niet heel boeiend. Zilver verveel je in. Sowieso ook niet heel goed. Wel bijna net zo goed als die oude foto. Oké. Okay. Trapinchu. Daar krijgen wij voor een gouden beoordeling. Hoeveel punkies hebben wij dan verdiend? Zouden we de 30.000 aantikken? Ja! We tikken de 30.000 aan en mogen gelijk door naar level 2. Dat is super chill. By the way, hij heeft weer wat te vertellen hoor. We mogen er nu ook 's nachts naartoe. Laten we dat gewoon gelijk gaan doen. En dan moeten we het Illumina-fenomeen gaan fotograferen. Dus we moeten een glinsterend plantje zoeken. Nice. Oh, wow, wow, wow. Dit is Kangaskhan. Kangaskhanky. En wat is daar allemaal daarboven, joh? Dat is allemaal bliksemschichten of... Hey, Kangaskhan. Ik ben hier. Ik ben hier, word eens wakker. Waarom word je niet wakker? Jij slaapkop. Hallo. Hallo. Ja, dit is een mooi fotootje. Ja, dit is een prachtig fotootje. Hey, Cacneas. Hier, ik heb appels. Neem appels. Hier, nog meer appels. Alle appel. Wat schoot daar langs? Eet smakelijk. Eet smakelijk. Doei. Doei, Trapinch. Oh, ik hoor je... Wow. Deze Skorupperoepie werd even aangevallen door iets, jongen. Was dat ook zo'n meteoriet die uit de lucht schoot? Kijk, hier hebben we een plantje, maar deze staat uit. Dus hier hebben we niet zoveel aan. Daar is een hippo down. Daar is nog een Kangaskhan. Oeh, like a rock. Like a rocky. Super vet. En hier chillt een Mandibussy. Hallo, oeh, like a rocky. Oh, wat vet. Kijk, daar is een Kangaskhan. Die is wel wakker. Maar die is super ver weg. Hallo. Even kijken, wat krijgen we nog meer? Oh, hier nog een like a rocky. Like a rock? Hier, appel. Oh, is hij nou blij of boos? Vond hij dat nou leuk dat ik dat op zijn hoofd gooide of niet? Kijk die Kangaskhanje daar, jongen. Oh, kijk deze trapinch hier. Deze trapinch is net een plant. Yo! Oh, Sandshrew! Yo, Sandshrew! Wat doen ze? Wat doen ze? Kijk ze dan. Ze gaan samen spelen. Super grappig. Hey, Kangaskhanje. Oh, kijk, daar. Crystalbloem. Moet ik die nog scannen? Ja, ik denk het wel. En dan foto. Volgens mij heb ik hem. Ja, volgens mij heb ik hem. Lekker. Oeh, dan gingen we even snel naar beneden, jongens. Oh, wat gebeurt hier? Wow. Minier. Kijk al die lampjes hier op al die stenen, joh. Hey, Sandshrew. Hier, nee. Pak deze appel. Hier. Ah, die is zo ver weg. Ja, pak die. Lekker, hè. Oh, je hoeft geen appel? Oké. Okay. Oh, je gaat spelen. Oh, niks. Vet. Ja, heel cool. Wow. Onyx, ze zijn zo huge, jongen. Hier, appel. Wil je appel? Oh, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wow. Meteorieteninslag. Oh, dat zijn natuurlijk gewoon allemaal minions hier zo. Die gewoon als meteoriet hier binnenkomen vallen. Oké, deze is blauw. De indigo core. We hebben hier nog een ander kleurtje. De orange core. Heel cool. Als ik ze scan, doen ze dan iets? Ja, dan gebeurt er wel wat met die orange core daar zo te zien. Kijk, die doet even een pose. We hebben weer een hoop nieuwe Pokémon gevonden, jongens. We hebben er nu 9 gefotografeerd blijkbaar. En we beginnen met Kangaskhan. Ja, dan pakken we wel deze sowieso. Skorupi. Dit lijkt me wel mooi, hè? Kikdio. Oh, niks. Ja, deze is wel mooi. Ik denk dat ik hier wel veel sterren voor krijg. Mandibussy. Ik heb nu 2 sterren like rock. Dit is wel vet fotootje. Zeg van like rock. Heel cool. Ik kies gewoon gelijk voor deze. Dan Trapinch. En Sandshrew. Nou, super cute. En Minier. Dan pakken we deze. En we hebben de Crystalbloem gefotografeerd. Die moeten we natuurlijk niet vergeten om in te leveren. Want dan krijgen we nu weer Illumina Orbs. Hoppakee. Nieuw Pokémon. Kangaskhan. Hoeveel krijgen we ervoor? Ah, een gouden medaille. Skorupi dan. Hoppakee. Platinum. Cacnea. Iets beter. Nog niet helemaal top. Onyxie. Dit moet een platinumpje zijn, toch? Of niet? Dit moet een platinumpje zijn. Dit is een hartstikke mooie foto. Ja hoor. Mandibus. Ik denk niet dat die beter is dan de vorige. Nope. Lycanroc. Die is sowieso wel goed, toch? Dit was wel echt een hele leuke foto. Ah, goud. Ah, jammer. Dan Trapinch. Die wordt brons. En Sandshrew. Oh, zo leuk. Ik vind Sandshrew echt wel een van de leukste Gen 1 Pokémon. En die wordt goud. Oh ja, we hadden Minier natuurlijk ook nog. Die is volgens mij vanaf de achterkant. Dus die zal waarschijnlijk niet heel erg hoog worden. Nee, die is maar brons. En dan het Crystalbloempie. Daar is vooral de professor heel blij mee. We hebben hier ook 30.000 punten nodig. Die gaan we niet in één keer halen. Oh, die gaan we wel in één keer halen.
Nou, oké, die zag je niet aankomen. Met 9 foto's. Ja, en nu krijgen we de Illumina Orb voor Volcano Island. Hatsaflats, lekker. We zijn ook al level 2 in de nacht, dus laten we dan in de nacht ook gaan checken. En dan proberen de Illumina Orbs te gooien, zodat we ja, hopelijk bijzondere Pokémon tevoorschijn krijgen. Oh, kijk, hier is al gelijk een nieuwe. Silicobra. Die gaat gelijk onder de grond. Trapinchies waren daar lekker aan het springen. Hallo, Trapinchie. Willen jullie wat eten? Hier, eet maar. Oh, jullie gaan allebei de... Gaan jullie vechten? Wat gaan jullie nou doen? Wat zijn jullie nou aan het doen, joh? Stelletje mafkezen. Kengiskaantje. Wil je een appel? Kijk, ja, daar gaat hij. Yo! Raw! Wat een vette foto! Kijk hem dansen. Ja, maar je danst de verkeerde kant op. Oh, hier moeten we die orbs op gooien. Kan ik ook... Ik gooi even een orb op jou. Let's go. Oké, orpje op deze. Orpje op die. Ja, nice. En een orpje op die. En dan ben ik heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Oh, ja, er gebeurt iets. Er was een... Wat was er nou? Er was een bliksem... Oh, daar! Kijk. Een bijzondere minion. Meteor for minion. We moeten iets scannen weer. Oh, we kunnen nu twee kanten op. We kunnen nu ook de andere kant op. Laten we de andere kant op gaan. What up? Like a rock midnight form. Hier, appel. Word wakker. Eet smakelijk weer. Geniet van je appeltie. Oh, je stond alleen wel een beetje in de weg. Word wakker. Ja, oké, sorry. Niet boos worden, hè? Niet boos worden. Ik heb je gevoed. Just you wait, I'm gonna get even a better shot, zegt Phil. Nou, I don't think so, vriend. Oh, hier. Hier is een kristalbloempie. Die is aan. En nu? Gebeurt er iets? Waarom gebeurt er niks? En welke Pokémon zit nu daarin? Ik zie weer... Zijn dat ook weer Trapinchies of wat? En wat hoor ik hier? Oh, draaikolk. Zo'n zandstorm draaikolk ding. Hier, ik ga even... Wacht. Misschien moet ik die aanzetten. Deze kristalbloem. Kom op. Ja? What? Het is Tyranitar! Wow! Kijk hier! Wow, hij is boos! Op die Lycanroc! Wow! Kijk, ze gaan vechten! Ze mogen elkaar niet, ze gaan vechten! En Lycanroc rent weg! Doei, Lycanroc! Dus zo krijg je Tyranitar in de game, jongens, wat vet! Oh, een Sandshrewtje! En dan hier, wat is hier? Oh, daar zijn inderdaad Trapinchies. We komen hier ook nog even een Flygon tegen! Waar komt die opeens vandaan? Gewoon twee draak-Pokémon achter elkaar. Flygon en Tyranitar. Wow! Heel cool. Oh, dit is wel een tof level, zeg. We beginnen met Silicobra. Dan Trapinch. Keknia. Kangaskhan. Dit is wel een dikke foto, zeg. Kijk hem schreeuwen hier. En dat kleintje ook zo. Pak deze van Minior. Ja, ik hoop dat we een keer dichterbij kunnen komen. Hier hebben we Lycanroc. 2 sterren Hippodown. Ja, en Tyranitar. Oh, we hebben zelfs 4 sterren Tyranitar foto's. Oh ja, deze jongen. Of deze. Ja, ik vind deze wel vet hoor. Ja, en Flygon natuurlijk op het einde nog. Cool. Oh, we hebben weer echt super vette foto's om in te leveren. Ja, oké, Silicobra's foto was niet de allerbeste. Ik was me niet echt aan het focussen op Silicobra eigenlijk. Deze van Keknia is wel grappig. Oh, die is maar zilver. Dan deze Kangaskhan foto. Jongen, dit is toch de perfecte Kangaskhan foto. Ja, 2000. We hebben bijna 5000 punten. Oeh, heel vet. Dan Minior. Krijgen we zilver voor nu. Voor Lycanroc krijgen we nu... Oh, lekker diamond. Terwijl ik die andere foto echt veel toffer vond, die 2 sterren. Wat krijgen we hiervoor? Hier krijgen we ook diamond voor. Nice. En dan Tyranitar. Oh, toch wel de baas van deze video. Doe even een duimpje omhoog van Tyranitar, jongens. Ja, dit is een score, jongen. 5220. Boven de 5000. Woehoe. Awesome. En dan hebben we hier Flygon. Wel een beetje vanaf de achterkant. Dus dit zal ongetwijfeld geen diamond worden. Alhoewel... Nee, goud. Oh, dit was vet, jongen. Maar we hebben superveel punten nodig voor level 3. Nog 63.000 punten. By the way, hij heeft weer iets nieuws voor me. Hij heeft ook elke keer nieuwe dingen voor me. Zo te zien, mogen we naar een nieuw gebied. Oh, nu mogen we echt naar de vulkaan. We waren net soort van op het vulkaaneiland, maar dan nog in het zand. Nu mogen we echt naar de vulkaan. Ah, dikke vette hype, jongens. Doe een duimpje omhoog. Laat in de reacties weten waar ik de volgende keer naartoe moet. Maar ik denk dat dat de vulkaan is. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!